Wie ben jij? Ik ben Myrna Rasker. En Myrna, mag ik eens vragen, moet jij hier alles in orientale schoon houden? Of wat is dat? Nee. Ik ben hier gevraagd om een achttal mozaïeken te restaureren. Mozaïeken. Wat heb jij met mozaïeken? Nou, ik ben mozaïekkunstenaar. Ja. Ik ben kunstenaar, maar ook daarbij heb ik me gespecialiseerd in mozaïeken. En zodoende ben ik daar veel mee bezig en word ik regelmatig ook gevraagd om dingen te restaureren. Gevelkunstwerken of kunstwerken in de openbare ruimte. En nou dus een achttal mozaïeken in Orientalis. En die waren kapot? Die hebben op de Floriade in Venlo gelegen. En bij het eruit halen, want ze zijn geschonken aan dit museum door Israël. Ze lagen in het buitenpaviljoen van Israël. En bij het eruit halen zijn ze zodanig beschadigd geraakt dat ze niet meer te exposeren op die manier. Dus toen ben ik erbij gehaald. En je hebt ze gerepareerd? Ik ben een maand hier bezig geweest en heb steentje voor steentje aangepakt, zeg maar. En uiteindelijk zijn ze, naar mijn zeggen, zelfs mooier geworden dan dat ze eruit kwamen of dan dat ze daar lagen. Ja. Ja. Maar wat staat er nou op? Deze mozaïeken hebben in het buitenpaviljoen van Israël gelegen, de Hidden Garden. Ja. En de Hidden Garden is een tuin waarin gewassen groeien die in Israël voorkomen en die ook in de Bijbel vernoemd worden. De seven species. Dus het zijn zeven verschillende gewassen, fruitsoorten die dus ook in Israël voorkomen en in de Bijbel vernoemd worden. Onder andere de olijf, de granaatappel, de vijg. Maar die liggen ergens anders, hè? Maar wat je nou aan het poetsen bent is... De olijf. Ja. In de Hof van Olijven, dat kan ik me nog herinneren. Kijk, heel goed. En daar groeiden deze planten? Daar groeiden deze planten, ja. Ja. En in de Hidden Garden, die dus ook in Orientalis aanwezig is, groeien die dus daadwerkelijk ook... En blijven die mozaïeken hier liggen of gaan die ergens anders naartoe? Nee, die mozaïeken komen dus in dat paviljoen wat nu dus hier aanwezig is, de Hidden Garden. En die komen in het pad te liggen. Er loopt een pad rond door die tuin en daar komen die mozaïeken in te liggen. Oeps, Myrna, dit is dus de Hidden Garden. Dit is de Hidden Garden, ja. En we hebben hem toch gevonden. We hebben hem gevonden. Hij ligt erg verborgen, maar we weten hem te vinden. Ja. Hey, en hier komen alle mozaïeken te liggen. In deze cirkel hier rondom de bak met water, daar komen dus de ronde mozaïeken. En in het beginpad komt het rechte mozaïek met de menorah. En je ziet als je goed om je heen kijkt, zie je hier de olijf, de vijg. Je ziet een dadelpalm, waar zag ik hem ergens? Daarvoor de dadelpalm. Hey, wel leuk natuurlijk dat die planten hier ook echt staan. Dat is hartstikke leuk, ja. Dan ga je zelf ook nog een keer in Orientalis kijken. Ja, natuurlijk, als ze erin liggen. Ik hoop dat ik bij de opening ben. Wanneer is de opening, weet je dat? Men schat nu in het voorjaar 2014. Oh, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Ja! Hallo! Hey, kom binnen! Dankjewel, Myrna. Hier is het dus. Hier is het, ja. Mijn atelier. Jouw atelier. Hier maak ik mijn mozaïeken en mijn schilderwerken en de rest van mijn kunstwerken, want ik hou me gewoon niet aan één ding. Ik zie dat wat op de grond liggen. Ja, klopt. Dit is jij werkt op de grond? Nou, dit heb ik hier uitgelegd. Ik werk niet op de grond, soms wel trouwens hoor. Dit is ook een opdracht van de gemeente. Die hadden een mozaïek tegen een oud gemeentehuis, maar dat gemeentehuis is afgebroken. En dit mozaïek kwam tussen de rotzooi te liggen. Ja, en gelukkig zonde. Ja, dat is hartstikke zonde. Nou, gelukkig waren er een aantal mensen die dat op een gegeven moment oppakten. Letterlijk en figuurlijk. En ze hebben toen aan mij gevraagd of ik dat weer wilde restaureren. Dus het is echt restauratiewerk. Dat is hem in totaal. Wat noem jij nou mozaïeken dan? Mozaïeken is het samenvoegen van delen tot één groter geheel. Zo. Dus Hier voeg ik dus al die kleine stukjes tegels samen tot één groot geheel. Maar ik heb binnen bijvoorbeeld ook een mozaïek waarbij ik allerlei stukjes eierschalen tot één groot geheel mozaïek. Eierschalen? Kom maar eens. Ja. Eierschalen, die breken toch zo, denk ik ja, dan? Ja, die breken, maar dat is ook de bedoeling. Oh, dat is ook de bedoeling? Ja, dat is de bedoeling. Kom maar eens verder. De kip.
De kip. En het ei. De kip en het ei, precies. En wat de heilige kip. Die steentjes op, je wilt toch niet zeggen dat dat eierschalen zijn? Dit zijn allemaal eierschalen. Dit zijn gewoon de natuurlijke eierschalen. Dit zijn eierschalen die heb ik goud gemaakt. En die heb ik dus allemaal één voor één, stukje voor stukje, erop gedrukt en gelijmd. En dat gaat niet kapot? Dat gaat nou niet meer kapot. Nou zit dat goed vastgelijmd, ja. Nou ja, dit is eigenlijk... Maar je hebt er ook bij geschilderd. Ja, ja, dat was op een gegeven moment had ik zoiets van, ik vind mozaïeken leuk, maar weet je, ik wil ook nog blijven schilderen. Dus wat ik nu aan het doen ben, is proberen dat samen te voegen. Nou is dit nog echt heel erg een voorgrond geschilderd en een achtergrond gemozaïekt. Daar wil ik vanaf. En ik zit nu een beetje te bedenken van hoe ga ik dat doen. Dus daar ben ik nu heel hard over na aan het denken. Ja, maar je hebt wel hier in een drieluik de kip met het ei. Precies, ja. Of de haan, nee. Kippen. Nee, het is een kip. Kip en twee, nee, een kip en twee ja. Hanen die naar erop kijken. Dus dat is wel de heilige kip die de eieren legt. Het is eigenlijk ook een beetje een kritische blik op het consumptief dier, zeg maar. Want kippen die worden eigenlijk tegenwoordig alleen maar gezien als producent van eieren en van een stukje vlees. Dus daar had ik... Ik wilde het dier weer zijn eigen status geven en het dier zijn teruggeven. Het dier ziet er mooi uit. Nou, dankjewel. Ik heb er ook mijn best op gedaan. Ja. Mozaïeken gebeurt toch vooral met kleine steentjes. Eierschalen kun je makkelijk breken. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat het altijd kleine stukjes marmer zijn. En hoe kom je eraan? Ik vraag het eigenlijk omdat ik hier die hamer zie. Ja, dat klopt. Nou, wat doe je daarmee? Hier kap ik mee. En hier kap ik natuursteen mee. Met name ook marmer. Mozaïeken is van oudsher iets wat gedaan werd met natuursteen. De Romeinen, ja, je kent ze allemaal wel, die micro-mozaïeken. Daar kapten ze echt mega, mega kleine stukjes mee. Dat vraagt om heel wat capaciteit. Die bezit ik nu op dit moment nog niet, maar ik ben wel hard bezig om dat te kunnen. En dat is alleen maar oefenen, oefenen, oefenen. En dat doe je door dus te kappen. Oh, zo doe je dat. Scherp boven, scherp onder. Ja, precies. En dan krijg je dus een klein steentje. Nou hadden de... Doe er nog eens eentje. Ja hoor. Oké, zo maak je ze net zo groot als jij wil. Precies. Hoe kom je aan al die stenen? Nou, dit heb ik gekregen van iemand, van een bevriende kunstenares. Normaal gesproken koop je dat. Of ga je naar een natuursteenzaak en dan kun je misschien wat afval krijgen. Want dit zijn natuurlijk stukken die ze daar niet meer kunnen gebruiken. En ik kan er hele mooie dingen van maken. Je hebt op de Landstichting een heel stel mozaïeken gerestaureerd. Ja, ja. Hier maak je ze zelf. Ja. Als ik nou eens zeg, Mirna, je mag er eentje uitkiezen. Welke vind jij nou het mooiste die je hier hebt liggen? Wat mijn favoriete mozaïek is op dit moment. Ja, je hebt er natuurlijk meer, maar ja, die je hier kunt laten zien. Nou ja, dat is dan toch, denk ik, moeten we toch hier naar buiten gaan. Ja. En wat ik op dit moment nog verder uit wil bouwen en waar nu mijn hart ligt, is toch dat transparante van glas. Zelfs in twee lagen. Dus dit vind ik wel... De mooiste. Ja, de mooiste nog net. Maar daar heb ik op dit moment mijn hart wel bij liggen. En daar voel ik dat ik daar nog meer in kan doen. En die tafeltjes, dat is heel leuk, maar dat is gewoon verleden. Ja. Dat is echt geweest om het onder de knie te krijgen. En nu wil ik toch meer in natuurlijke materialen gaan. Glas. Ja, onder andere glas. Ja, glas en marmer en graniet. Exposeer jij ook wel eens een keer? Ja. Ja, ja. Wanneer? Of hoe kunnen we dat weten? Staat dat op een website van jou? Ja, dat komt dan op de website te staan. Toevallig is over 2 weken de kunstraffinaderij in de Honingfabriek. Daar sta ik ook. Oh, dan is dit nog niet klaar. Is dit nog niet. Nee, dat is niet erg. Nee. Maar als mensen wat van jou echt willen zien, kunnen ze via jouw website. Via mijn website. Die zetten we hieronder. Ja. En dan zou ik zeggen, veel succes en veel plezier. Dankjewel.